gaan dit keer hebben over de basics van Sensotronic Brake Control. En dat is een stukje remtechniek en het is eigenlijk een eerste stap naar brake by wire. Het is een systeem waar Mercedes begin van deze eeuw mee kwam. Debuteerde op de SL en daarna hebben we het op een aantal andere modellen gezien. E-klasse, SLR, CLS, Maybach zelfs. Maar inmiddels is het er niet meer en daar is ook een reden voor. Maar goed, we gaan eens even kijken hoe het systeem werkt en wat de gedachte was. Nou, het bestaande remsysteem dat was een beetje aan het eind van zijn mogelijkheden, dachten ze bij BMW en Bosch. En toen hebben ze samen een systeem bedacht dat, nou ja goed, er is nog steeds een rempedaal onder dat dashboard. En er is nog steeds een hoofdremcilinder. Alleen, er zit al geen grote vacuümbekrachtiging meer. Nee, het is een systeem wat ook zelfstandig moet kunnen remmen. En dan bij voorkeur om het comfort en het gemak te verhogen, maar natuurlijk ook de veiligheid. Ja, ik bedoel, we zijn natuurlijk wel in Duitsland, hè? Zo, dit is het reservoir met een dopje. Zo, en dit is die hoofdremcilinder. En nou, normaal gesproken lopen daar natuurlijk leidingen richting, laten we zeggen in dit geval, de voorwielen. Hier een remklauw. Een schijf. En nog één. Nou ja, wanneer die auto dat allemaal zelfstandig kan, dan kun je bijvoorbeeld voor de veiligheid af en toe eventjes de remmen aanknijpen om regen van de schijven te halen, zodat als er wel echt een noodstop gemaakt moet worden, dat het allemaal wat korter kan. Hellingproof kun je vergemakkelijken door het van de bestuurder over te nemen als het allemaal vanzelf gaat. Nou, zo was het. Maar daar hebben ze klepjes tussen gezet om het los te koppelen. Alleen in geval van nood, want ja, die situatie kan natuurlijk voorkomen. Hier zit een veertje erachter en hier wordt het elektromagnetisch wordt die klep bediend. Zo. En dan zit aan deze kant ook. Ik teken hem eventjes ietsje hoger, anders dan lopen ze door elkaar heen. Er zit een regelklep en die moet ervoor zorgen dat wanneer de stroom of de elektriciteit uitvalt of de elektronica het niet meer weet, dat toch geremd kan worden. Dan drukt die veer, die drukt die klep weg en dan is er een rechtstreekse verbinding tussen de hoofdremcilinder en de wielen, in dit geval de voorwielen. Maar goed, eigenlijk wordt ook een beetje gebruik gemaakt van de techniek die we kennen van ABS en ESP. En wel op de volgende manier. Kijk, we hebben hier ook nog een aftakking. En ga ik hier in het groot, ga ik het regelblok tekenen. En in dat regelblok, dan beginnen we met een hoge drukpomp. Die moet het systeem onder druk zetten. Even kijken, zo. En als die pomp eventjes uitvalt, dan wil je natuurlijk niet meteen al je druk kwijt zijn. Dus er zit ook nog een kleine drukaccumulator. En alles moet gecontroleerd worden. Er zit een druksensor. Die is, informatie aan de elektronica doorgeeft. En dan komen we. We gaan even achterwielen erbij tekenen ook voor de volledigheid. Zo. Ook een remklauw. En nog één. Nee, er zijn elektronisch geregelde kleppen die de remdruk regelen. En die bepalen dus wat er naar welk wiel gaat. Dus je kunt ieder wiel kun je onafhankelijk van elkaar afremmen. Kan handig zijn in bochten of ESP natuurlijk. En daarvoor zit er in dat hoge druksysteem een klepje. Zo. Die kan open, die kan dicht. En hier zit een kant zo dat het in principe altijd netjes onder druk staat. Zo. En dan gaat hier zo. Verder naar het achterwiel, wat we zeggen, links voor, rechts voor, links achter, rechts achter. En er zit nog een om de druk weer af te kunnen voeren, zit er nog een tweede klep.
En die gaat weer retour. Als hij tenminste gebruikt wordt. Richting het reservoir. Nou, nu we hier zijn, gaan we meteen een paar dingetjes bijtekenen. Er zit onder andere een sensor op die de pedaalweg registreert. Dus een afstandssensor. Nou goed, afstand en tijd. Als de computer de tijd weet, dan kan hij ook natuurlijk de snelheid en ook de versnelling eventueel nog van het pedaal meten. En daaruit zou hij op kunnen maken dat we een noodstop gaan maken. Als er dan ook nog zo'n sensor bijvoorbeeld op het gaspedaal zit, als je dus dat gaspedaal snel loslaat en meteen die rem intrapt, ja, dan weet hij eigenlijk van ik moet nu alle zeilen bijzetten. We gaan noodstop maken. Nou, dat kan met die sensor, maar je wilt natuurlijk ook nog wel een beetje als bestuurder het idee hebben van ik zit niet in een gameconsole, dus er zit nog een kleine drukaccumulator achter. Zo. Die met een zuiger hier al. Een rubberstop en nog een veer. Op het moment dat je het pedaal intrapt, dan komt hier druk in. En die drukt die zuiger naar beneden. En dat moet een natuurlijk gevoel geven. Ik zeg al bij, moet een natuurlijk gevoel geven. Want dat was een beetje het punt bij dit systeem. Het voelde niet heel natuurlijk. Nou goed, in ieder geval, ik heb hier al dit gedeelte getekend. Oh, dat moet eroverheen. Het is geen gesloten systeem. En zo gaat dat natuurlijk naar alle andere wielen ook. Nou, ik vat dit blok eventjes samen in een ander symbool. Zo. Op die manier worden alle vier de wielen, die hebben zo'n regeleenheid, kort samengevat, krijgen ze allemaal de remdruk die ze nodig hebben. En uiteraard moeten we natuurlijk ook weten wat we doen, want het is allemaal elektronisch. Dus de feedback is minimaal, dus alles moet gecontroleerd. Dat betekent dat hier ook druksensoren zitten, zodat je per wiel weet wat er gebeurt. Die voorwielen hebben het ook. Nou, die moeten nog druk krijgen, dat zal ik je zo laten zien. Voor de veiligheid hadden we natuurlijk deze kleppen al, maar zo. We willen niet dat dat in elkaar overloopt, dus er zijn twee gescheiden systemen. Dan teken hier de eerste. Dat betekent dat de druk hier ook een zuigertje met veer erachter en aan deze kant ook. Een zuiger met een veer erachter en hier een leiding naar die. Op het moment dat de elektronica het nodig vindt om die voorwielen af te remmen, dan wordt hier ook druk ingezet en die zuiger die zet de druk op deze leiding. Kan deze kant niet op, want deze klep was dicht. Wordt er het voorwiel afgeremd en dat aan de andere kant ook. Dus op deze manier zijn alle, teken nu allemaal los, maar uiteraard de grote ESP-unit, is dit gewoon in één vierkant blok ingebouwd. En die pomp hier, die wordt aangedreven met een elektromotor. Nou, het is, ik weet niet of je wel eens een ABS of een ESP-blok hebt gezien, er zit vaak zo'n ronde toeter achterop. Dat is die elektropomp. In dit geval zat er ook nog een soort veerbol, zoals we die van Citroën kennen, zat erop. En dat was deze drukaccumulator. Nou, in theorie waren er heel veel mogelijkheden met dit systeem. Comfort, veiligheid, alles werd erin meegenomen. Het communiceerde met alle regelsystemen die er in de auto zijn, natuurlijk via de CAN-bus. Maar, ja, zeker als je een SL of een SLR hebt, dan wil je natuurlijk eigenlijk die auto een verlengstuk van je organen is. En dat was dit niet. Het was met alle elektronica goed bedoeld, maar het voelde te synthetisch. En ja, daarbij kwam dan ook nog dat het in geval van storing, dat je eigenlijk een onbekrachtigde voorremmen kreeg. Ook niet echt lekker. En ja, aan de andere kant had je hier ook nog mocht de pomp kapot vallen of uitvallen, dan heb je natuurlijk hier nog een klein beetje restdruk en dan zou je de achterwielen mee kunnen remmen. Maar goed, genoeg reden in ieder geval voor Mercedes om op een aantal modellen dit te blijven gebruiken tot het model aan het einde van zijn levensduur kwam. Maar bijvoorbeeld de E-klasse, ja, die is halverwege zijn levensduur, of zijn levenscyclus bedoel ik, bij de grote update
weer gewoon voorzien van een conventioneel hydraulisch remsysteem. Dus dat, ja, de eerste stap naar brake-by-wire is eigenlijk een beetje ten onder gegaan aan, nou, min of meer zijn eigen succes zou ik niet zeggen, maar wel ten onder gegaan. En dit zijn eigenlijk de basics achter Sensotronic Brake Control.